Alle plantjes zwemmen in het water, valder al de rieden, valder al de raden. Hey hallo en welkom bij de allereerste politieke verslagvlog. Ik ben Taco, een van de politieke verslagvloggers voor Vote. Het zijn echt super chille woorden dit trouwens. En elke week nemen wij één thema of één vraag en dan gaan wij vervolgens even checken wat jullie ervan vinden. En we leggen er iets meer over uit. Nou ja, zoals je net kon zien, ik heb niet heel veel plantjes in mijn kamer. Ik heb er vier en daarachter staan nog twee Albert Heijn moestuintjes die het echt fantastisch doen, want ik ben heel goed met planten. Maar in tegenstelling tot hoeveel plantjes ik heb, dat is hoeveel politieke partijen er deze keer meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb het op mijn computer opgezocht en op dit moment 81. Best wel wat, vind ik zelf. Ze hebben natuurlijk niet allemaal even veel kans om in de Tweede Kamer te komen, daadwerkelijk. Maar op dit moment zijn er wel 12 partijen die volgens de laatste peilingwijzer kans maken op zetels in de Eerste Kamer. Vandaar de vraag van deze week. Zijn er niet iets te veel politieke partijen? Ja, ik denk dat er nu wel een beetje veel zijn. Ja. Het heeft natuurlijk niet zoveel nut als er 81 partijen meedoen. En ja, ik denk dat het wel iets afleidt van de kern van de politiek. De keuze wordt wel heel moeilijk gemaakt doordat de keuze eigenlijk zo breed is. En meerdere partijen eigenlijk wel dezelfde invalshoeken hebben, maar niet allemaal hetzelfde einddoel hebben. Vind jij het ook moeilijker om te stemmen als er zoveel partijen zijn? Ja, misschien wel. Ja? Ja. Als er zoveel partijen zijn, dan wil iedereen wat anders. En dan wordt denk ik tot een besluit komen voor iets, wordt het wel veel moeilijker, ja. 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 Weet je al waar je op gaat stemmen? Nee, weet ik nog niet. Nee? Je gaat wel? Ja. Weet je wanneer het is? Binnenkort. 15 maart.